Aan tafel Tim Hofman en Nemmer, allebei in een best humeur. Hoe kan het ook anders? Tims missie om het kabinet zover te krijgen het kinderpardon te verruimen is gisteren na een paar zeer spannende Haagse dagen geslaagd. En Nemmer is dankzij Tim een van de bekendste gezichten geworden van de 700 kinderen die nu voor een heel groot deel in Nederland mogen blijven. Ik zeg voor een heel groot deel omdat zo'n 90% van de kinderen in ons land mag blijven. En men denkt zo'n 10% niet en dat zou dan zijn vanwege dubieuze antecedenten van de ouders. Dus we hebben nog een klein voorbehoud. Maar een triomf voor Tim. De documentaire Terug naar je eigen land, een burgerinitiatief, talloze talkshowtafels en optredens in het land later is het duidelijk dat zijn inzet een grote factor was in de draai die de politiek uiteindelijk heeft gemaakt. Gefeliciteerd beiden. Nemmer, hoe blij was je? Heel blij. Hoe hoorde je het? Ja, ik wou gewoon op een telefoon kijken voordat ik sliep. Ja? En toen zag ik het nieuws dat ze zeiden, dat VVD zei, ja, het kinderpardon komt terug. En toen werd ik helemaal blij. Toen werd je helemaal blij? En lag je toen al in je bed of niet? Ja. Je zat in je bed op je televisie, op je telefoontje te kijken. Ben je toen meteen naar beneden gerend? Nee, gewoon in mijn kamer. Ja, je was in je kamer, maar even naar papa en mama, of niet? Ja, dat wel. Ja, dat wel, toch? Ja, ja. Om het samen te vieren. Ja. En toen heb je ook een filmpje gemaakt. Heb je dat toen gemaakt of heb je dat vanochtend gemaakt? Toen. Toen, meteen op dat moment? Ja. In je pyjama, of niet? Ja. Ja, precies. Nou, we gaan even kijken. Het kinderpardon is terug. Ik bedank iedereen. Ik bedank Tim. Ik bedank heel Nederland. Ik bedank de Tweede Kamer. Ik bedank de mensen die me hebben geholpen. Ik bedank de mensen die achter me stonden. Yes! Het is eindelijk gebeurd. Ik ben zo erg trots. Ik heb het niet voor mezelf gedaan, maar ook voor 400 andere kinderen. Hoera! Het is eindelijk gebeurd. Ja! Tim, wat had jij voor avond? Dit was spannend. Maar het was al een paar weken spannend. Op een gegeven moment had je die rare draai van CDA. Ja. Dat hebben we al besproken. En dat was heel bizar natuurlijk. En raar, heel fijne draai van CDA. En toen van de week werd er over overlegd. En toen op een gegeven moment werd ik gebeld. Ik heb ook wat lijntjes in Den Haag. Dit gaat er gebeuren. En ik wist niet zo goed wat ik moest zeggen. Ik dacht, dat kan haast niet. Ik dacht een uitzetstop en dan een onderzoek van Zwol, commissie van Zwol. Dan gaan ze woensdag dat debat in. Vandaag, weet je wel, zodat ze als een blokken dat debat in kunnen. Maar ik hing op en ik wist niet wat ik moest doen. Ik was aan het fietsen. En toen dacht ik, ik moet even stilstaan. Ik ben even stilgestaan langs de weg. Ik dacht, ik krijg nou wat. Ja. Want je bent er zijn meer zaken die hebben meegespeeld bij dit besluit, uiteraard. Maar je bent een factor. Ook in het debat werd je uitgebreid genoemd. Zo, dat mag je ook. Als duidelijk is dat ik dit niet alleen heb gedaan. Hè. De Bethelkapel, waar Harjarpje ondergedoken zit. Opstandige christen natuurlijk vanuit de achterban. Ik vind het fantastisch. Een aantal wetenschappers, hè? Wetenschappers, Scherder van hier. Ja. Advocatuur. Je hebt mensen als Meerte Hilkens die achter. Weet je wel, dat zijn echt coördinatoren. Dat is fantastisch. Dus het was echt een clubje achter de schermen.